Earth een kaart te kunnen maken, is het noodzakelijk dat je een aantal basisvaardigheden van Google Earth beheerst. Ik loop de belangrijkste langs. Als eerste de layers, of de lagen. Google Earth geeft de mogelijkheid om allerlei informatie weer te geven, maar niet altijd is alle informatie relevant. Bovendien zetten de lagen ook heel veel informatie aan, waaardoor het programma traag kan worden. Links onder in het menu staan alle lagen binnen Google Earth en je kunt ze aan- en uitvinken. Hoe meer lagen je aanvinkt, hoe meer informatie in Google Earth verschijnt. Voor deze kaart die ik ga maken vind ik het wenselijk dat ik alleen de grenzen zie. En de andere vink ik dus uit. Vervolgens wil ik een kaart gaan maken en daarvoor maak ik eerst een map aan binnen Google Earth. Zodat ik al mijn informatie kan bundelen en straks makkelijk kan opslaan als bestand. Ik ga daarvoor naar Places en klik bovenin op de rechtermuisknop My Places, toevoegen, een folder of een map. Die map die geef ik een naam en ik klik op OK. Binnen deze map ga ik al mijn informatie plaatsen. Als eerste wil ik een punaise gaan plaatsen in de hoofdstad van Nederland. Dat is natuurlijk Amsterdam. Om snel en makkelijk naar een bepaalde plaats toe te vliegen, typ ik bovenin de zoekbalk de plaats. Hier ben ik aangekomen in Amsterdam. Ik zoom nog een klein beetje verder in. Dit is het gewenste beeld wat ik zo wil hebben. Ik sluit de zoekopdracht, dan verdwijnt de automatische punaise van het programma. En ik klik op de map die ik net heb aangemaakt, hoofdsteden in Nederland, op de rechter muisknop. En ik wil nog iets toevoegen, namelijk een placemark of een punaise. Deze geef ik de naam Amsterdam. En ik kan de punaise op elke gewenste plek neerzetten. En ik kan ook hier in het menu een alternatief icoontje geven. Ik maak hem geel. En ik klik op OK. De punaise is nu aangemaakt en staat in de map hoofdsteden in Nederland. Ik ga nog een tweede hoofdstad in Nederland toevoegen, namelijk de provinciehoofdstad. Haarlem. Ik vlieg weer naar Haarlem toe. Ik zoom in tot het niveau wat ik wenselijk vind. En ik sluit de zoekopdracht. En vervolgens kan ik op dezelfde manier op de map gaan staan. Rechtermuisknop. Toevoegen. Punaise. Ik zet hem neer waar ik hem wil hebben. En ik noem hem Haarlem. En omdat dit een provinciehoofdstad is, wil ik deze een andere kleur. Ik wil deze rood. Oké. Op deze manier kan ik alle provinciehoofdsteden in Nederland toevoegen. Via het linkermenu is het eenvoudig om van punaise naar punaise te vliegen door op het icoontje voor de naam van de punaise te klikken. Op dit moment staat er geen informatie in de punaise. Als ik hem aanklik, gebeurt er helemaal niks. Hij is leeg. Ik wil daar specifieke informatie in gaan plaatsen. Ik ga daarvoor even terug naar Haarlem. En ik wil daar wat informatie gaan plaatsen die verschijnt als ik de punaise aanklik. Dat doe ik door op de punaise met de rechter muisknop te klikken en te gaan naar Get Info. Ik krijg een pop-up venster waar ik tekst kan typen. Als ik daar tekst in typ en ik klik op OK, dan verschijnt die tekst als ik vervolgens met mijn linker muisknop op de punaise klik. Deze informatie wil ik nog weer gaan wijzigen. Ik wil hem aanpassen. Dus ik ga weer op de rechtermuisknop klikken en ik kies voor Get Info. De tekst die je hier kunt invoegen is gevoelig voor HTML-code. De HTML-code zoals ik hem nu heb toegevoegd geeft aan dat er bepaalde paragrafen zijn, witregels, dat er een actieve link is, dat er een opsomming is en dat er een plaatje wordt ingevoegd. Het toevoegen van linken en plaatjes kan ook via de knoppen boven het tekstvak. Als ik tevreden ben met mijn tekst, dan klik ik op OK. En als ik nu de punaise openklik, krijg ik een pop-up waar de tekst mooi is opgemaakt met een link naar een artikel, een aantal vragen en een afbeelding. Zo kan ik alle punaises binnen mijn kaart informatie geven en op een gegeven moment heb ik dan een overzicht van Nederland. Ik wil graag dat als deze kaart wordt geopend door anderen in Google Earth, dat ze beginnen met een overzicht van Nederland. Om dat te doen, zoom ik eerst uit naar de kaarten die ik wil dat in beeld komt. Zo, op deze manier. Nu ga ik weer terug naar mijn map aan de linkerkant en ik zorg dat die geselecteerd is en klik op de rechtermuisknop. Ik kies voor toevoegen
en ik kies voor polygoon. Ik krijg eenzelfde pop-up en ik geef deze polygoon een naam. Om vast te leggen dat het om dit beeld gaat, kies ik het tabblad View en ik kies voor Snapshot Current View. Google Earth voert automatisch alle goede gegevens in van de lengte- en breedtegraden. Ik klik op OK en de polygoon is toegevoegd. Ik kan dit polygoon ook nog slepen binnen de map. Ik kan hem bovenaan Amsterdam zetten. Zo kun je de volgorde van de punaises in het linkermenu ook aanpassen. Maar let op, zorg er wel voor dat ze allemaal in de map hoofdsteden in Nederland blijven staan. Als ik nu vervolgens ben ingezoomd op een bepaalde punaise, en ik wil terug naar mijn overzicht van Nederland, dan kan ik op het polygoon klikken en ik ga terug naar mijn uitgangspunt. Je kunt natuurlijk ook op de treffende punaises klikken in de kaart. Als de kaart in Google Earth helemaal af is, dan wil je deze opslaan zodat je hem kunt delen met anderen. Om dat te doen, selecteer je weer de map die je hebt aangemaakt en je klikt daar op de rechtermuisknop. En je kiest voor opslaan als. Je geeft het bestand een naam. En je kiest waar je hem wil opslaan, bijvoorbeeld op het bureaublad. En hij slaat het op als een KMZ-bestand. Wanneer je dit KMZ-bestand opent, opent zich automatisch Google Earth en staat daar jouw map met daarin alle punaises en extra informatie die je hebt aangemaakt. Dit zijn de basisvaardigheden om goed te kunnen werken met Google Earth.